Vandaag weer even een item over de Model X. Ik heb een fietsenrek. En daar heb ik even een aantal handige en slimme dingen. En niet zulke slimme dingen ervoor. Zo'n fietsenrek zet je simpel op de knop van een trekhaak. Werkt fantastisch en stevig. Alleen, als je dan je fiets erop zet, dan blijkt dat de klep niet meer dicht kwam. Ah, dat is dom. Maar goed, nadat ik het opgelost heb, zitten de fietsen er allemaal stevig op. En kunnen de fietsen mee naar de andere kant van het land. En dat werkt verder prima. Er zijn alleen een paar dingen die je moet weten en die ga ik nu behandelen. Tesla heeft dus gewoon een fietsenmodel. En dat werkt eigenlijk wel heel mooi. Ik heb er nu twee fietsen op. Er schijnt ook een versie voor drie te zijn, maar die heb ik niet kunnen kopen. En het aardige is, die zit dus gewoon hier op de trekhaak. Alle Tesla Model X hebben een trekhaak. De Model S, volgens mij, is het een afterservice. Je zet dat er gewoon op. Duwt hem naar beneden en hij zit hartstikke vast. Maar je kunt prima twee fietsen er kwijt op. Heel, heel handig. Wat ook handig is, is dat er gewoon een slot op zit. Hier. Dus dat is ook, ze kunnen niet gestolen worden. En nou ja, ze zitten gewoon goed vast. En dat werkt verder uitstekend. Wat nou wel even een probleem. Als je dat... je kunt nu natuurlijk niet de klep open doen. Dus als je dan bijvoorbeeld even wil laden, ja, dan is het dus niet zo handig dat je dan eventjes hier aan de achterkant moet je al je koffers eruit halen om op een gegeven moment hier de laadkabel tevoorschijn te halen. Dus die moet je wel voor in de trunk stoppen. Verder moet je ook nog even weten dat als deze fietsen eraf zijn, dan kan deze haak naar voren toe. En die kun je dan zeg maar opklappen en dan kan de klep wel omhoog. Maar als je eenmaal je fietsen erop hebt, dan kan de klep niet omhoog. Dat lukt voor geen meter meer. Dus dat moest ik eventjes wennen. Voor de rest is dat verder helemaal geen probleem. Dit is dus een speciale Tesla. Die wordt niet door Tesla gemaakt, maar dat is gewoon een merk wat Tesla heeft genomen. Maar in principe elke fietsenrek wat op een trekhaak past. Het is ook wel echt grappig dat dat echt ontzettend stevig. Het zit enorm op zo'n trekhaak geklemd. En dat is dat zit hartstikke stevig. Valt me reuze mee. Ik zou zelf graag een versie willen hebben met drie. En volgens de gebruiksaanwijzing kan dat ook. Kijk hier, het is dus van Altera. Altera Strava Evo. En je hebt dus een versie met twee. Die heb ik dus nu. En dan twee fietsen, maximaal 33 kilo. En je hebt hier zeg maar ook een versie met drie. Ik weet niet of je die bij Tesla kunt bestellen, maar hij bestaat dus wel. En het is vrij makkelijk om dit erop te zetten. Wat dit fietsenrek kost, ik heb geen idee. Ik kan het op de website niet vinden.